Welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. Lagere koersen in de VS na de tegenvallende cijfers over de economische ontwikkeling van de regio rond Philadelphia. De cijfers van Manpower werden slecht ontvangen, waarop het aandeel 8% terugviel. En Tesla heeft na een serie prijsverlagingen voor de goedkopere modellen nu de Model S en X juist in prijs verhoogd. Overigens vielen de cijfers zwaar tegen bij het aandeel dat 10% lager sloot. Het sentiment rond e-commerce lag onder druk in Azië en zo moesten onder andere Alibaba en Tencent terrein prijsgeven. De Japanse inflatie bleef ongewijzigd rond de 3,1%. En in Zuid-Korea konden de chipfondsen zoals Hynix en Samsung wat aantrekken naar de cijfers van TSMC. De Taiwanese chipbakker zag de winst over het eerste kwartaal met 7% aantrekken op een 5% lagere omzet. Voor het tweede kwartaal verwacht men een omzetdaling van 16%, mede door de nog steeds hoge voorraden. Het aandeel sloot overigens 2% hoger. En Volkswagen heeft op de autoshow van Shanghai laten weten 1 miljard euro te gaan investeren in een fabriek voor elektrische voertuigen bij de Chinese stad Hefei. En dat is de thuisbasis van NIO. In de succesvolle D-Range komt nu ook een luxe sedan, de ID7. De Chinese beurzen gaven overigens ruim 1% prijs, de rest sloot licht lager. En de futures in Amsterdam duiden ondertussen op een redelijk onveranderde opening. En Flow Traders zag de winst fors dalen, maar bleef nipt boven de verwachtingen. Dat lag onder andere aan kostenbesparingen, maar ook aan lagere handelsvolumes bij crypto's, valuta en obligaties. Vooral de omzet in Europa en de VS bleef achter. Groei zat er wel in Azië. En netto bleef er 34,3 miljoen over, een plus van 2% ten opzichte van het vorige kwartaal, maar wel bijna 40% lager ten opzichte van een jaar eerder. En Wereldhaven kon profiteren van de eerder ingezette reorganisatie en zag de kostenbasis afnemen. Het directe resultaat steeg van 19,2 naar 22,3 miljoen. Indirect resteerde een verlies van 5,4 miljoen door afboekingen op de portefeuille. Per saldo halveerde daarmee het totale resultaat ten opzichte van een jaar eerder. Het dividendvoorstel wordt 1,16 euro en dat is een plusje van 5,5%. Op de agenda vandaag diverse samengestelde inkoopmanagers indexcijfers voor de eurozone, Verenigd Koninkrijk en de VS. Voor beurs hebben dan onder andere nog cijfers van Procter & Gamble. ABN AMRO is vandaag 67 cent ex-dividend. Maandag gaan Heineken 1,23 euro en Fastnet, en dat is 1,26 ex-dividend. UBS en Deutsche Bank zetten Just Eat Takeaway op kopen, koersdoelen 27,20 en 25. Opmerkelijk is het koersdoel van Deutsche Bank, dat zet Just Eat Takeaway op houden, maar wel een koersdoel van 35 euro. En Barclays zet ASML op houden, koersdoel 640. Goldman ziet het nog wat beter, een koopadvies met een koersdoel van 785. En Goldman zet ook ING op kopen met een koersdoel van 17,40 euro. En maandag is weer Markets Update van BNP Paribas.